Mijn naam is Dave Rijmakers en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Het is natuurlijk Pasen en ja, dat betekent dat je normaal gesproken paaseieren gaat zoeken. Maar ja, dit jaar gaat alles een beetje anders, dus ook paaseieren zoeken. En daarom heb ik bedacht dat we een online spelletje gaan maken waarbij we zelf paaseieren kunnen gaan zoeken. Maar het leukste is, je hoeft hier niet bij te kunnen programmeren, althans ik ga je uitleggen hoe het werkt. Dus heb je zin in deze video? Doe er vast al die duimpjes omhoog en gaan we gelijk beginnen met de video. Ja, zoals ik je al vertelde, gaan we vandaag een eigen game maken. En in deze game is het niet nodig om te programmeren. Althans, het programma zal alles voor jezelf doen. En ik ga het doen met het programma Scratched. En dat is gewoon een gratis online programma. En je ziet de browser al voor me. En het werkt ontzettend simpel. Als eerste gaan we een account aanmaken. Dat kun je heel simpel doen door de knop te klikken Join. Nou, heel simpel. Kom je op een pagina uit. En vervolgens vraagt hij om wat gegevens in te vullen. Je gebruikersnaam, je wachtwoord, etc. Nou, ik heb al een account, dus ik kan gelijk gaan inloggen. En na het inloggen kom je vervolgens op deze pagina uit. Nou, hier gaan we bovenaan naar Create Tool. En dan kunnen we eigenlijk zelf een eigen game gaan maken. Nou, vervolgens zal hij eigenlijk een nieuwe game voor je gaan maken, een nieuw project gaan aanmaken. En het kan even duren, maar vervolgens kom je dan op deze pagina uit. Kijk, daar is hij al. En op deze pagina kun je ontzettend veel zien. Ik ga het even met jullie doornemen. Aan de linkerzijde van ons zien we de codeerblokken. We gaan niet coderen, want we slepen heel simpel deze blokken in het venster. En ook weer terug. Aan de rechterzijde hierbovenaan kun je uiteindelijk zien wat je aan het doen bent, hoe komt je spel eruit te zien. En hieronder zie je alle sprites, oftewel alle plaatjes, alle poppetjes, etc. Maar het eerste wat we gaan doen, is dat we gaan bedenken wat voor spel we willen maken. Nou, ik wil zometeen dat er hier in het spel een aantal grassprietjes komen. En vervolgens als je op het grassprietje klikt, en je hebt het goede grassprietje, dan zie je een paasei en komt staan, goed bezig. Of goed, dat gaan we daar bedenken. En heb je het fout, dan komt te staan, jammer, dan zal er ook een leven afgaan. Nou, als eerste gaan we dus een sprite aanmaken. We klikken voor bucket om deze weg te gooien. En dan gaan we onder naar het katje toe. En als je op het katje klikt, kom je op een pagina uit waar standaard sprites er zijn die zij voor je hebben gemaakt. Nou, ik wil er zelf een gaan maken. Dus we gaan naar het paint bucket toe. Of het kwastje, nee. Dus we gaan naar het kwastje toe en dan kunnen we er zelf een gaan aanmaken. Nou, vervolgens komen we op deze pagina uit. En jullie zullen gelijk trouwens zien dat ik de Engelse taal heb geselecteerd. Maar je kunt, als je naar het wereldbolletje gaat, zelf een eigen taal gaan kiezen. Ik houd alleen even op Engels. Het eerste wat we gaan doen, is dat we hier een grassprietje gaan tekenen. Dat doen we heel simpel, door op een lijn te gaan staan. Ik geef de lijn even een kleur. Nou, ik wil voor een beetje groen gaan, een beetje donkergroen. Vind ik dit wel mooi voor. En we gaan eigenlijk gewoon tekenen. Nou, je zet hier een lijn neer met de shift ingedrukt. Sorry, met shift ingedrukt kun je natuurlijk recht houden. Ik vind dit wel een mooi grassprietje. Dan gaan we deze kant op. En dan tekenen we een grassprietje. Het maakt niks uit hoe het eruit ziet. Teken een beetje wat in je opkomt. Nou, ik vind dit wel grappig. Ik ga een beetje schuin nu. Zo. Nou, dit is mijn grassprietje. Hij ziet er misschien een beetje raar uit. Maar later zou ik nu even kunnen gaan aanpassen, mocht het nodig zijn. We gaan hem een beetje in het midden zetten, iets verder. Zo. En we gaan hem ook een kleur geven. De binnenkant wordt een beetje lichter groen. Nou, vind ik dit, denk ik, wel mooi. Ik ga de buitenkant toch nog ietsje groter maken. 6. En dan is dit ons grassprietje. En als je nu denkt van ik vind het niet zo mooi uitzien zoals ik dit sprietje vind. Ga je naar deze toe. Reshape en kun je eigenlijk opnieuw gaan aanmaken. Je kunt heel simpel het grassprietje een andere plek opschuiven. Zo. Even kijken. Oh. Goed in het midden zetten. En dan ziet hij er zo uit. Nou, dit vind ik voor nu wel mooi. Noem maar eens later kun je het altijd gaan aanpassen. Nou, wat we dan gaan doen, is dat we hem eerst een naam geven. En dat is heel erg belangrijk. Dus eerst ga ik het spel een naam geven. Ik kies ervoor Pasen. Dat kun je makkelijk terugvinden. En deze shape, deze vorm, gaan we noemen gras. Nou, de sprite zelf heet ook gras. En dan maken we even van gras fout. Dit wordt namelijk het foute grassprietje waar je op komt als je het spel niet hebt gehaald. Of als je het foute grassprietje hebt aangeklikt. En vervolgens gaan we hier onderaan en gaan we deze dupliceren. We gaan er een nieuwe van maken. En die noemen we gras. Goed. Hieronder zetten we het goede paasei. Oh. Gras. Goed. Nou, je ziet daarvoor het grassprietje al staan. We hebben gedupliceerd. En dan gaan we een tweede sprite toevoegen. En dat zal het paasei zijn die er dus achter verstopt zit. We klikken op het katje. En vervolgens gaan we gewoon even op het katje zelf staan. We gaan eens kijken of er een ei is wat een beetje lijkt op wat ik wil hebben. Het kan soms even duren voor de pagina inlaat. Hier zijn uiteindelijk alle sprites al. Nou, we kiezen even voor egg. Oh, wacht. Ik moet natuurlijk Engels typen. Egg. En dan vind ik deze wel mooi. En zo zie je, dat komt als ei hier volgens in te staan.
Maar je ziet wel, het ei en het grassprietje zijn niet even groot. Dus ik ga het ei even wat groter maken. En ik ga hem kijken dat hij ongeveer op dezelfde plek zit als het grassprietje. Dus ik ga deze naast elkaar zetten. En kunnen we gaan kijken, ziet het er ongeveer een beetje hetzelfde uit. Nou, die moet iets omhoog, het ei, vind ik. Ah, dan vind ik hem eigenlijk wel zo mooi. Nou, wat hebben we dus nu gedaan? We hebben een ei. Ik zal deze ook even een Nederlands ei noemen. We hebben een ei en twee grassprietjes. Het goede grassprietje en het foute grassprietje. Ik ga hem even op de bovenkant zetten, dan zien we de twee grassprietjes. En die gaan we eventjes in het spel zetten. Nou, wat wil ik nu? Op het moment dat je op het goede grassprietje klikt, de linker, komt het ei in beeld en komt staan goed bezig. Als je het foute grassprietje in komt, komt staan jammer. Nou, daarvoor gaan we als eerste naar de code toe. Dan kun je bovenaan doen om naar code te klikken. En let er goed op als je gaat coderen in welke sprite je zit. Je ziet hier, ik heb hem geselecteerd. Dit is het foute grassprietje. Hier komt dus ja, de foute tekst staan. Aan de linkerzijde van ons zie je allemaal motions en controls en etcetera, etcetera. Als eerste gaan we naar beneden scrollen, gaan we naar het gele toe. En zie je hier eigenlijk events. Wanneer gebeurt er iets? Nou, je kunt kiezen wanneer het spel gestart wordt. Wanneer weer een toets indruk op toetsen wordt, etcetera, etcetera. Maar ik ga kiezen voor deze. Wanneer er op deze sprite geklikt wordt. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Ik ga even naar boven toe. Dan komt het staan. Jammer. Jammer. En wacht het even 2 seconden. Dus even hoofdletter J maken, vind ik mooier. Jammer. En ga je naar de goede toe. Dan komt dit hetzelfde staan. Dus dan gaan we eerst naar controls. Wanneer je op deze sprite hebt geklikt. Komt dat staan. Gevonden. Nou, we testen. Daarvoor klikken we op het vlaggetje. En bij het vlaggetje ga je eigenlijk het spel opslaan. Zo kun je het eigenlijk benoemen. En kun je gaan testen. Nou, klikken we links. Zie je staan. Gevonden. En klik op de fouten. Komt er staan. Jammer. Maar ja, nu toont hij dus nog niet ons ei. Dus wat gaan we doen? We zitten weer in de goede sprite. En we gaan even naar boven toe. En dan zie je staan. Even kijken waar hij staat. Iets naar beneden. Ah, deze. We moeten hebben deze switch toe. En in dit geval is egg. Dus die gaan we even omdraaien. Als eerste laat hij het ei zien. En dan gaat hij zeggen gevonden. Nou, we testen het weer eventjes. En je ziet als we erop klikken. Gevonden. En als er een fout staat, komt het dan jammer. Maar hij zal altijd niet blijven staan. En willen dus dat hij na die 2 seconden weer terugspringt naar gras. Heel simpel. We zetten weer dus dezelfde onder. En zetten we neer. Gras. Nou, we gaan het spel even starten. Even resetten. Okay. Maar dan zul je zien als je het spel gaat starten. Dat hij in dit geval dus hier op het ei blijft staan. Want daar waren we net op. Dus wat gaan we doen? We gaan even nog een ander event toevoegen. Dat is deze. En dat is wanneer het spel gestart wordt. Ga dan altijd naar gras. Nou, we gaan het even testen. Start het spel. En je ziet er ook de 2 grassprietjes. Klik op het goede. Zie je het ei staan. En dan komt gevonden staan. Na 2 seconden springt hij weg. Weet fouten, blijft hij op jammer staan. Maar wat ik nu wil gaan doen, is dat er ook punten aan toegepast worden. Klik op het goede, komt er punt bij. Klik op het fouten, gaat een leven af. Als ik helemaal naar beneden te scrollen. En komen we hier aan bij variabelen. En een variabele is eigenlijk ja, een veld waar je iets in kunt opslaan. Een getal, een letter, et cetera, et cetera. Nou, ik ga 2 variabelen aanmaken. Ik ga het gewoon even op Nederlands doen. Dus punten. En ik heb nog een variabele. En die variabele heet dan levens. Levens. Je ziet hier ook gelijk bovenin staan. Er wordt gelijk een soort systeempje voor je gemaakt. Dat het makkelijk is. Maar dit gaan we later aanpassen. Maar voor nu is het even makkelijk zo om te houden. Dan gaan we naar het spel toe wanneer geklikt is. Wanneer het spel gereset wordt. Moet je natuurlijk ook de variabelen gaan resetten. Nou, we slepen ze gewoon hier heel simpel erin. Set. En nog één. Set. Nou, levens wil ik op 3 staan. Je hebt dus 3 levens. En punten komt natuurlijk op 0 te staan. Je hebt 0 punten. Nou, even testen. Klikken erop. Er staan levens is 3. Klik je op jammer, moet er een leven afgaan. Klik je op goed, moet er een punt bij komen. Dus we gaan hier naar goed toe. Dit is het goede ei. Of het goede grassprietje, laat ik zo zeggen. En dan gaan we change by, in dit geval 1. We gaan hem hier neerzetten, hierboven. Change. Punten bij 1. Klik het spel aan. En als je gaat kijken. Hop. Ei gevonden, dan komt er punt bij, punt bij en nog een keer punt bij. Dat doe ik bij het foute grassprietje. We gaan het foute grassprietje toe en zetten hier natuurlijk neer. Switch, of change moet ik zeggen.
levens bij min 1. Min 1. Als het spel start, wordt hij gereset. Jammer. Of goed bezig, er komt een punt bij. En jammer, zal er een leven afgaan. Nu zie ik wel dat hij verkeerd kan, als je goed kijkt. Scroll je op klik, komt eerst jammer te staan. Dan wacht hij 2 seconden en dan gaat er pas een leven af. Dus deze moeten we wel even omdraaien. En daarom zei ik al, we hoeven niet te leren programmeren, want het is heel simpel te omzetten. Nou, die hebben we klaar. Wat ik nu wil gaan doen, is dat ik de achtergrond wil gaan maken, want dit ziet er natuurlijk een beetje saai uit. We gaan helemaal onderaan naar het, hoe kan ik noemen, het schilderijtje toe. En dan kun je erop klikken. En dan kun je standaard achtergronden gaan kiezen die zij al voor je hebben gemaakt. Nou, er zijn er heel veel. Je kunt kiezen wat je wilt, maar ik ga er zelf weer maken. Dus ik ga weer terug. En ik ga klikken op het, paint bucket, op het kwastje eigenlijk. Dan gaan we deze even verwijderen. En dan komen we weer op de eerste backdrop aan. Doen we eventjes achtergrond van maken. Achtergrond. En hier kunnen we nou eindelijk gaan kiezen. En het lijkt me mooi als ik in het begin een beetje zand teken. Nou, zand vind ik wel mooi als het deze kleur heeft. Sleep hier een vlak in beeld. En die zetten we helemaal aan de uiteindes neer. Je kunt gelijk hier al zien hoe het eruit komt te zien. Nou, ik vind het wel grappig uitzien. Maar eventueel nogmaals, je kunt de kleuren dan zo later allemaal aanpassen. De volgende schop ga ik wat bergen maken. En die bergen zijn een iets donkerder kleur. Die staan wat... Oh. Moet ik even een nieuwe hebben natuurlijk. Ik sleep een nieuw vlakje bovenover. En ik ga de bergen een donkerder kleur maken. Zo, en die krijgen ook een buitenkant. En die is nog donkerder. Zo, en die wil ik eventjes, nou wat zal het zijn, 5 hebben. Ook die slepen we neer. En als je gaat kijken naar het ontwerp, kun je hem hier al zien staan. Maar wat ik nu alleen wil gaan doen, is dat ik de bergen wat glooiend wil maken. Want dit is natuurlijk een rechte berg, dat is niet mooi. Dus we gaan hier naartoe, naar het rechtse pijltje toe, de reshape toe. En dan kunnen we eigenlijk in het midden gaan staan van onze rechthoek. Klikken erop en slepen het gewoon naar boven. Dan zie je eigenlijk al een berg ontstaan. En hier wil ik een dal hebben. En dan wil ik hier nog een klein bergje omhoog hebben. Zo. En dan kun je met de icoontjes die hier aan de zijkant hangen, kun je eventueel nog bepalen hoe dat de vorm exact komt te staan. Ik vind dit hier wel mooi. En bij deze vind ik hem zo wel mooi. Nou, dan kun je hier gelijk even op het voorbeeld kijken of je het ook echt mooi vindt hoe het eruit komt te zien. Nou, ik vind het er zo mooi uitzien. Nou, dan zie ik wel dat de grassprietjes een beetje aan de grote kant zijn. We gaan op het grassprietje staan. En vervolgens gaan we naar resize. En kunnen we even zeggen 60%, dat is wel mooi. En deze ook. 60%. Nou, we hebben nu al een beetje een spel gemaakt. Alleen, het is natuurlijk wel saai. Want links zal altijd goede ei zijn. En rechts zal altijd foute ei zijn. Dus eerst wat we gaan doen, is dat eigenlijk als je het ei hebt aangeklikt, het goede of het foute ei, dat aan de rand de eieren zullen gaan verspringen. En een andere positie gaan krijgen. We gaan even naar de code toe. En zie je eigenlijk al dit gedeelte staan. Dit is dus het gedeelte wat we te zien krijgen, wat werkt. Op het moment dat het op het ei geklikt is. Dan gaan we een variabele inzetten. Of gaan we een comment inzetten. En dat is, even kijken, go to een random positie. Nou, in dit geval is het min 111, min 78. Dat is waar die nu op staat. Maar, daar gaan we een random getal van maken. Dus ik sleep hier een random in. En ik sleep hier ook een random in. Maar wat we gaan doen, dan ga ik hem eerst even loskoppelen. Want anders gaan onze eieren, of gaat het gras nu al springen. Dan ga ik het grassprietje, het goede grassprietje, eigenlijk in een hoekje neerzetten. Het hoekje wat de uiterste positie zou worden waar die kan komen staan. Zie je al staan? Dat is min 198. Dan ga ik hem zetten op min 190. Vind ik wel mooi. Dan gaan we nog verder doorplaatsen. Naar de zijkant. Wat zal de maximale waarde zijn? Dat is dus 194. Daar maak ik 190 van. Dus het betekent eigenlijk dat ons grassprietje eigenlijk van min 190 tot 190... kan gaan verschijnen. Die in midden is 0. En die helemaal onderaan is min 190. En hier is plus 190. Dan gaan we ook met de eias proberen. Dus we gaan hem even naar boven zetten. Dit is het hoogste punt waar ik hem wil hebben staan. Dus in dit geval min 87. Nou, daar gaan we min 80 van maken. En het laagste positie is min 130. Nou, vervolgens kunnen we het spel eigenlijk gaan starten. We slepen dit blokje hierin. Dan gaan we even testen. Klik het spel aan. En wanneer je op het ei hebt geklikt, zal hij dus goed eens na 2 seconden moeten gaan verplaatsen. Kijk, daar verplaatst hij al. En hij zal dus altijd verplaatsen hier binnen het vlak wat wij hebben aangegeven. En nu wil ik natuurlijk ook dat hij dat gaat doen met het foute grassprietje. Want anders is het wel heel erg makkelijk. Dus we slepen deze eventjes naar de sprite
graswoud. Als we die openen, zullen we gelijk zien, hij is hierbij gekomen. En ook die zetten we onder. Wanneer je nu op klikt, zul je zien het goede icon verdwijnen. Als je het foute aanklikt, het foute grasprietje, zul je ook zien, ook die zal verdwijnen. Maar wat er nu gebeurt, is dat er maar steeds één grasprietje verdwijnt. Dat heeft ermee te maken, omdat we hebben gezegd, wanneer op deze sprite is geklikt, gaat deze sprite iets doen. En willen ze ook een berichtje sturen naar een andere sprite. En dat doen we door het versturen van een message, een berichtje eigenlijk. We gaan naar beneden, naar boven toe bedoel ik. En dan zie je staan, broadcast bericht. Stuur een bericht. En een bericht nieuwe eventjes. Nieuw spel. Dat doen we ook aan deze kant. Dus we slepen deze naar het goede grassprietje toe. En we zetten hem hier ook neer. Nieuw spel. Zo. Wat we vervolgens gaan doen, is dat we hier simpel hierbovenaan nog een variabele neerzetten. En dat is dus, wanneer een berichtje is verstuurd, ga dan dit doen. Zetten we hier neer. Wanneer een berichtje een nieuw spel verstuurd is, ga dan naar deze positie. Dat gaan we ook doen bij foutgras natuurlijk. Wanneer het verstuurd is, ga dan naar deze positie. Die kan weg vervolgens. En als we een nieuw spel gaan starten, zul je ook zien. We klikken even op. Op welk grasprietje klik, zullen allebei gaan veranderen van positie ten opzichte van elkaar waar ze zaten. Maar vervolgens als je fout grasprietje aanklikt, dit is wel jammer. Gaan we nog een keer naar jammer. Oh. Nog een keer jammer. Dan zul je zien dat je daar meteen door kan blijven gaan. Want ik ben al op 0 levens en dan kan ik steeds door blijven gaan. Wat ik nu eigenlijk wil, is dat je op 0 levens bent, komt er staan game over. Ik ga eens een nieuwe sprite toevoegen. Klik weer naar de paint bucket. Dan zie je hem al staan hier. We gaan simpelweg een sprite hier neertekenen. De kleuren en zo normaal kunnen we later aanpassen. Maar ik vind dit wel even grappiger uitzien. Nou, ik ga hem toch even een andere kleur geven. Ik vind we gaan voor paars. Het is paars, we gaan lekker voor paars. En de achtergrondkleur is donkerpaars. Oké. En dan komt hier te staan game over. Game over. Even een ander kleurtje voor de letters. En zoals je ziet, staat er al game over. Als onze sprite klaar is, kunnen we de sprite gaan coderen. Standaard wil natuurlijk, als het spel gestart wordt, dat deze sprite weg is, dat je hem niet ziet. Dus we gaan hier naartoe. Dat is wanneer op het vlaggetje geklikt is, wanneer het spel start. Wil je dat hij gaat verdwijnen. Hij mag dus niet zichtbaar zijn. Nou, als eerste zal hij dus gaan verdwijnen. Hij is dus onzichtbaar. En vervolgens gaan we hier een loopje neerzetten. En die loop gaat steeds kijken, ben jij gelijk aan 0, ja of nee? Dus we zetten hier een forever loop. En daarin komt een if-functie te staan. En de if-functie kan eigenlijk kijken, is iets gelijk aan, ja of nee? Zet hier een if neer. En hier binnenin komt anders gelijk aan 0. Nou, wat moet gelijk aan 0 zijn? Levens. Is levens gelijk aan 0, dan moet je natuurlijk zichtbaar worden. Even kijken. Show. En dan is het spel eindelijk klaar. Nou, we gaan testen. En volgens je kunt eigenlijk gaan testen, we gaan het spel even resetten. Dan krijgen we weer 3 levens. Als we nu op het goede grasprietje kijken, krijgen we 1 punt. Het foute grasprietje, dat is jammer. Even kijken. Dat is het goede grasprietje. Dat is het foute. Dan zou hij als het goed is dadelijk bij levens een game over moeten weergeven. Als we het foute grasprietje hebben. Ja, en je ziet ook, het spel is game over. Je bent helaas gestopt. En helaas, op het moment dat je op 0 levens komt, dan zal het eigenlijk het spel afgelopen zijn en ben je helaas klaar met spelen. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze video en van deze game vinden. Hier onderaan de videobeschrijving vind je een linkje waar je hem zelf kunt gaan spelen. En dan gaan we in de aflevering van morgen dus, gaan we kijken hoe we het spel kunnen gaan uitbreiden en of we dit wat netter kunnen gaan maken. En misschien ga ik dan de kleur ook een beetje aanpassen, want het ziet er een beetje raar uit misschien. In ieder geval, doe vast blauwe duimpjes omhoog als je een leuke video vond. En zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus tot morgen en houdoe!